Lilian Jansen van de SGP, van 1 naar 2 zetels. En wat was u blij? Ik was heel blij, absoluut. Ik had verwacht wel 1 zetel te behouden en gehoopt op 1 zetel. En die hoop is nu werkelijkheid, dus daar ben ik heel ontzettend blij mee. Waar heeft u die aan verdiend? Ik heb 4 jaar lang keihard gewerkt. Het was voor mij een fulltime baan, het raadslidmaatschap. Ik ben altijd zichtbaar geweest voor de inwoner. En als de inwoner mij wat meldde, heb ik er altijd aandacht voor gevraagd richting het stadhuis. En dat is belangrijk, dat je 4 jaar lang als raadslid zichtbaar bent bij de bevolking. En aan publiciteit heeft het ook niet ontbroken als eerste vrouw op een SGP-verkiezingslijst. Dat heeft denk ik ook wel wat stemmen meegebracht. Dat was 4 jaar geleden zo. Nu heb ik het toch heel veel op eigen kracht moeten doen. Ik heb echt ook keihard campagne gevoerd. 4 bijzondere stunts uitgevoerd. Volop geflyerd. Veel gesprekken gevoerd. Dus al de media-aandacht rondom mijn vrouw zijn, dat was verdwenen. Nu was het echt, ik zie het nu echt als een bekroning op 4 jaar raadswerk.